Vrijdag in Lang Leef je de Liefde. Een warme kennismaking tussen Hanneke en Henk. Hallo. Hallo. Welkom. Kijk, wat echt gezellig, ja. En de eerste vonkjes lijken meteen al over te slaan. Ik zie een vrolijk persoon als jij ziet. Hartstikke leuk. Jij ziet er ook leuk uit. Je hebt echt een twinkel. Ja, ik heb er ook gewoon zin in. Jacob brengt bij Safira meteen zijn pluspunten onder de aandacht. Ik ben ook vrij groot. Oké. Maar Jacob is toch niet helemaal het type waar Safira warm van wordt. Dat is altijd een motorgast, weet je wel. Oh, ja. Met tattoos, dat is Is niet iedereen. Nee. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Jacob heeft er alles aan gedaan om te laten zien dat hij heus wel het ruige type kan zijn waar Safira normaal gesproken opvalt. Maar heeft hij haar genoeg kunnen overtuigen? Hoe heb je het ervaren? Heel gezellig. Ik vond het heel gezellig met jou. Ik denk dat we op innerlijk vlak wel redelijk wat raakvlakken hebben. Mijn conclusie na deze 24 uur is dat jij wel absoluut mijn type bent. Qua vrouw, qua uiterlijk, sowieso. Ik vind jou een mooie dame. Nou, het liefst. Dankjewel. En qua innerlijk kom je ook vrij dichtbij de vrouw wat ik leuk vind. Alleen ik heb nog niet heel veel van je mogen horen over hoe jij nou werkelijk bent. Want ik had wel het gevoel dat jij vrij snel een beetje op slot ging. Als ik mijn hart zou volgen, zou ik heel graag willen verlengen. Ik zie er wel wat in. Alleen, ik merk, dat heb je ook uitgesproken, omdat ik die vraag stelde, dat ik qua uiterlijk niet jouw type ben. En dat is prima, daar kan ik niks aan doen. Ja. En daardoor had ik het gevoel dat je niet de ware Safira hebt laten zien. Dat je een beetje gereserveerd was. Oké, snap je. En om mezelf te beschermen, heb ik ook besloten om niet te verlengen. Oké. En jij? Ik heb dus ook besloten om het niet te verlengen. De reden daarvan is omdat inderdaad qua uiterlijk niet mijn type is. Ik ben op zoek naar een man die, een stoere man, met ruiger misschien wat gespierder. En ik hou van tatoeages, dus dat vind ik altijd wel heel aantrekkelijk. Ja. Qua innerlijke vlak zaten we zeker op heel veel op één lijn. Dus ik snap dat wij gematcht zijn daarin. Ja. Dus dat snap ik zeker. Ja. Voor de rest heb ik echt genoten. Dus ik vond het echt heel gezellig. Ja, absoluut. En ik vond het heel fijn en dan ben ik je heel dankbaar voor dat ik het met jou mocht delen. Ja. Dus dank je wel daarvoor. Zullen we een knuffeltje doen? Ja. Dank je wel. Jij ook bedankt. En heel veel plezier en succes in je verdere leven. Ik hoop dat je een leuke fan vindt. Ik hoop dat jij een mooie, leuke vrouw vindt. Ja, nou, we gaan het zien, hè. Komt best wel goed. Bedankt. Dank je wel. Nou. Laatste knuffel. Hey, dank je wel nog. Bedankt voor alles. Bedankt voor de gezellige dag. Jij ook. Mag ik de deur voor je open doen? Oh, dankjewel. Doei. Doei. Safira stelt zich wel graag open voor die ruige motorrijder die zijn kleine hartje aan haar wil geven. Als jij nou denkt, hé, dat ben ik, meld je dan snel aan voor een date met Safira. Voor Jacob is het verblijf in ons appartement niet geëindigd zoals hij had gewild. Maar met nieuwe energie gaat hij zelf op zoek naar een vrouw die hem wel stoer genoeg vindt voor een relatie. Henk en Hanneke hebben de koffers al uitgepakt en maken plannen voor de rest van de date. En dat begint met een boodschappenlijstje voor de komende 24 uur. Of misschien wel voor de komende dagen. Ik had voorgesteld om een... dat doe ik wel eens, ging naar de markt. En dan koop ik gewoon een hele zalm. Mm-hmm. En dan ga ik hem gewoon zelf slachten. Oké. Okay. Schubben eraf. Ja, en dan gewoon een mooie motor snijden. Lekker met peper en zout een beetje. Een klein beetje knoflook. Aardappeltjes of zo. Deze waren niet. Ja, ik kan het wel lezen. Ik hoop dat ik duidelijk een schrijf of praat of lees. Nee, je bruin is graag achter. Oké, kijk, ontbijt. Dan kunnen we morgen eventueel van lunch kijken. Als we elkaar leuk genoeg vinden. Oké, hebben we dit compleet? Onder deze lange jas zit de 22-jarige Nina uit Rotterdam. Ze werkt als recruiter, maar voor zichzelf heeft ze de geschikte kandidaat nog niet gevonden. Ik ben gewoon op zoek naar een super leuke, sp-
spontane, gezellige gesprekspartner. Langer dan 1,83 meter. Donker haar, lichte ogen. Baardje vind ik altijd wel heel mooi. Gewoon lekker verzorgd baardje. Donkere wenkbrauwen vind ik altijd mooi. Bij een man spreken zijn ogen ook gewoon nog wat meer. Spannend. Mijn dateleven is een beetje saai. Ik heb wel eens een Tinder date gehad en toen dacht ik, ben jij dit? Toen heb ik het gewoon verwijderd, want ik dacht, hij zal vast niet de enige zijn die er heel anders uitziet. Het lijkt me heel erg leuk om toch iemand te vinden op een wat andere manier dan via de datingsapps. Het is het spannend, zeg. Dus ja, hier ben ik. Die spanning is echt... Oh. Nou, ik zit hier een beetje tegen mezelf te praten. Ik ben zo benieuwd. Tobias uit Heilo is boekhouder voor een horlogemerk en kreeg zijn vrijgezellenstatus cadeau op de dag dat hij 24 werd. Ik ben nu sinds mijn verjaardag vrijgezel en dat is dan ongeveer nu, 3,5 maand. Wat ik mis aan het hebben van een relatie is dan vooral gewoon het samen zijn. Dat vind ik altijd heel prettig. Eigenlijk altijd als ik een relatie met iemand heb, is dat een soort van, ja, een beetje best friend. Het innerlijk wat ik belangrijk vind is dat ze heel erg zorgzaam is. Verder moet ze ook wel ambitieus zijn. Dat ook wel bepaalde doelen hebben in haar leven. Je moet ermee kunnen lachen, dus grappig. En een beetje dominant. Als je niet met me eens bent, dat je dan wel spreekt, bent en niet mee eens. In plaats van ja knikken. En qua uiterlijk het liefst bruin haar. Leuke lach, mooi gezicht. Ook mooie uitstraling trouwens. Qua postuur, ja, ze mag heel smal zijn. Iets minder smal is ook niet erg. Ja, dat klinkt zo slecht. Of ik zelf de eerste move zou maken. Ik moet wel, zeg maar, wederzijds weten dat het klikt. Ik hou er niet van om afgewezen te worden. Hey. Hoi. Hoi. Oh, gaan we knuffelen? Ja, zeker. Hoi, Tobias. Ik ben Nina. Hoi. Nou, leuk te zijn. Ja, zo. Ik was zenuwachtig om het te doen, maar de reden van deze zijn toeters en bellen, dat je met toeters en bellen binnenkomt. Mm-hmm. En dat het leven een feestje is, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ik heb een kaartje, had ik eigenlijk bij het cadeau. Een kaartje ben ik vergeten. Ja, ik weet je nog een beetje uit je hoofd wat erop stond? Zeker. Geen idee wie je bent. Ben je spontaan, lief, aardig, ambitieus? Vraagteken. Ik vind iemand die ambitieus is heel belangrijk. Ja, mooi. Nou, dan hebben ze ons daarop gemist. Ja. Ik hoop dat je ook iemand bent die lekker open in dingen staat. Want dat ben ik ook. Ja, dus heel brand open. Maar los. Mijn broertje heet ook Tobias. Oh, wat erg. Ik ben nu alweer je naam vergeten. Sorry. Nee! Sorry. Nee. Ja, dat is zo... Maakt niet uit, joh. Eerste indruk. Dat is toch zo erg. Oké, ik heet Nina. Oh, Nina. En een N. Heb je het wel gezegd aan het begin? Ja. Hoi, ja? Nina. Ja, ja. Maakt niet uit. Doe even flashback. Ik ben even benieuwd. Gewoon even, laat het gewoon zwart-wit doen. Wat heb je opgegeven? Ja. Donker haar, lichte ogen. Ja, ik weet niet of ik lichte ogen heb. Ja, je hebt heel lichte ogen. Sportief. En een IQ, maar ook een EQ. Wat is EQ? Gewoon echt karakter en persoonlijkheid. En dat vind ik wel heel belangrijk. Wat heb jij opgegeven? Ja, iemand die gewoon ook wel sportief is. Bruin haar. Vind ik heel aantrekkelijk. Ik vind het echt leuk. Echt. Ja, ik ook. Maar boven verwachting. Ja? Ja. Bij mij ook. Nee, leuk dat het bevalt, ja. Zeker. En ik wil heel graag kinderen. Ja. Maar het kan hebben ze ons daar ook op gematcht? Ja, nee, je wil sowieso kinderen? Ja, heel graag, ja. Ja? Hoeveel wil je er? 4. Ik heb gewoon een hele sterke kinderwens. Je moet gewoon alleen maar giechelen, joh. Ik vind het gewoon heel fijn met je. Ik wilde ook nog wat opperen. Je moet zelf kijken wat je ermee wilt. Ik denk dat we gewoon in één bed kunnen slapen. Dus ik vind dat, maar dan moet je zo, hoe sta jij er tegenover? Nee, ja, ik vind het wel gezellig om in één bed te slapen. Ja, is toch beter? Ja, oké, nice. Ja. Oké, tof. Ja. Ja. Oké. Laat je date blozen met een complimentje. Ik vind je tanden mooi. Oké. Ja. Terwijl dit gewoon lepers zijn. Ja, dat moet je helemaal niet zeggen. Je moet opvangen. Nee, komt van de week niet op. Dan ga je niet blozen meer. Ja. Dankjewel. En als je lacht, dan word je ook al heel leuk. Dankjewel. Dat is wel leuk, mooi. Oké. Next.
Yes. Geef het uiterlijk van je date een cijfer. Nee, de uitstraling vind ik heel leuk. Ja, echt een mooie uitstraling. Ja, mooie oogjes. Ik ben een mooie vrouw. Dankjewel. Alsjeblieft. Binnenkwam, zag ik een hartstikke leuke verschijning. Een vrolijk persoon, een mooie aura en geweldig. Ik denk, nou, daar gaan we een leuke tijd mee hebben. En of het dan over het lied uitgaat, dat zien we dan wel weer. Maar ik weet niet hoe jij dacht toen ik binnenkwam. Oh, mijn baard. Ja, ja, maar dat is echt serieus. Maar die baard was het eerste wat me opviel. Ja. En de eerste van zat zo, oké, een baard. Hoe zoent dat? Kriebels. Maar hij is wel zacht, zeggen ze. Wat is jouw love language? Vertel. Wat bedoelen ze daarmee? Je liefdestaal, hoe je zeg maar, je liefde uit naar iemand zonder te vertellen. Mm-hmm. Zonder te vertellen. Ik denk heel zorgzaam zijn voor iemand. Ja. En dan ook gewoon wat leuke dingetjes doen voor diegene. Kookt voor diegene en dan net iets extra's. Bijvoorbeeld diegene zijn favoriete biertje of wijntje halen. Ja, wat tof. Je bent echt zorgzaam. Ja, ja. Ja, wel echt heel erg. Ja, ja, leuk. Jij? Mijn love language is... Ik ben wel echt van het contact, zeg maar. Dus dat is wel echt mijn love language. Mm-hmm. En ook wel een beetje inderdaad van ontbijtje maken en zo vind ik ook wel leuk om te doen. Ja. Oh, echt? Ja. Nou. Ik ben wel echt iemand, ik vind het wel tof om een ontbijtje... Kwark met frambozen. Ik vind het wel leuk dat het ontbijtje op bed of zo, weet je wel. Oh, leuk. Maar ja, love language. Ja, ik hou erg van gewoon contact, weet je wel. Even aanraken of zo, weet je wel. Dat snap ik wel, ja. Dat is mijn love language. Ja, wil je even knuffel? Ja, zo even knuffelen. Slokje bier. Slokje bier. Zeg je genoeg tomaatjes? Oh, een paar erbij. Ja. Doe. Goed, hè? Nou ja, dat wordt wel wat. Nou, hoe vind je het tot nu toe? Ik vind het gezellig. Ja. Ja. Dat vind ik ook. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zo'n hele lieve keltjes hebt in je mannen. Ik val nou wel op inderdaad dat die bijgeschoren is. Daar hoor ik meer over. Ja, dat is mooi. Ja. Wat vind je van iemand met een baard, trouwens? Ja, dat moet ik even aan winnen. Ik hou sowieso van kale mannen. Dus dat doe je goed. Dat is gelukt. Dat doe je ook goed. Maar een baard ben ik niet gewend, nee. Want heb je altijd een baard gehad? De laatste 10 jaar, ja. Ja. Hoe ziet het eruit zonder baard? Dit loop je me echt 100 keer voorbij. Ja, ik vind het hoort gewoon bij mij. Ja, moet er maar aan wennen. Deze 24 uur. Kijk, dit is het zorgzame wat ik lekker vind. Gewoon dat ik gewoon... Ja, ga gewoon lekker zitten, weet je wel. Chill. Take a chill pill. Dat vind ik lekker. Ja. Ja, ik vind het ook leuk om te doen. Dus, Ik zou het andersom ook leuk vinden. Dat ik het zeg maar maak en dat jij het chillt. Dat ik zo lekker zo... Ja. Zit te wachten dus tot ik lekker eten krijg gewoon. Alles in balans, weet je. Ja, love it. Ja, I love it. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Het ziet er heel culinair uit. Oh, eet smakelijk. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Wel lekker, ja. Mm-hmm. Oké, wat vind je van mij? Ik heb nu nog niet zoiets van, oké, we gaan... Die springen. Ja, maar het gaat niet om de springen bij mij, hoor. Nee, het gaat meer om, hoe leuk is iemand of kan daar iets van starten zijn. Dat meer. Ja. Maar wat zeggen gevoel tot nu toe? Het voelt mij wel heel fijn. Ja. Met zijn ogen dicht zitten. Ik vind het echt schattig, ja. Wat? Ik moet gewoon lachen, ja. Ik zou het tot nu toe raar vinden als we niet gaan verlengen. Ja, ik ook wel. Ja? Ja. Wacht, ik ga heel even snel. Oké, gezellig. Wat is er? Niks. Wie kijkt zo lief? Is het zo? Ja. Kom eens. Huh? Oh no! Oh my god, een sok. Oké. Oh my god. Het is
wel een fijn bedje. Ja, dat is wel goed. Het is goed. Het is goed voor je rug. Je zou zien in kruchten. Ja, weet je, dat vind ik een beetje... Awkward. Ja, dat is... Ja. Ja. Ja, maar ik ben absoluut van knuffelen, maar je knuffelt als je... Ja, weet ik niet, je knuffelt... moet ik dat zeggen? Dan hadden we al eerder meer moeten knuffelen misschien. Ja. Alles op zijn tijd. Ja, exact. Gewoon lekker slaap. Laten we het op. Natuurlijk. Wacht maar. Ik moet het... Oh, nee, vervelend. Vind je me echt vervelend? Ja. Oké. Als jij klapt, gaat hij uit. Zeg toch. Ik trust hem. Nou, dat trust. Dat trust, hè. Is het lekker? Zo. Nog één slaap lekker kusje. Oké, okay, je vanuit de hand. Wel hoor. Alsjeblieft. Thanks. Ik kan er ook van aan denken, ik niet om mij te lekker wachten. Goedemorgen, Toof. Goedemorgen. Zo. Eet smakelijk. Dank je. Het zal pas lukken. Het zal klaarmaken. Dus. Dan is het altijd lekker, hè? Geef jij wel eens tegengas? Nou, hoor je dat niet? Hoor je dat niet? Nee. Nee? Nee. Want jij gaat ook heel veel met mij mee, hè? Echt, als ik dingen uitleg, ja, dan heb jij weinig meer aan toe te voegen. Ja, alleen kan ik wel heel... misschien heb je dat hier nog niet. Ik kan wel heel direct zijn. Als ik iets wil, dan wil ik iets. Hè? Maar jij komt met leuke ideeën. Ja, waarom zou je die gasten niet meedoen? Het is meer zo van, geef je wel eens goed tegengas? Weet je, ik heb dat soms namelijk echt nodig, weet je. Oh ja. Want ik ben echt iemand die gewoon dan... Ik dende gewoon door. Ja, nou, dan is het lekker gewoon gestruikeld of zo. 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 In 24 uur zitten we op. Ja. Hoe heb je het ervaren? Hoe ik het ervaren heb? Ja, eerst wil ik troosten en je bedanken voor deze 24 uur. Ja. Ik vond het echt heel gezellig. Ik denk dat we heel veel raakvlakken hebben. Kan ik met je lachen. Je mag ook best weten dat de zoen gisteren had ik wel gewoon echt een bepaald gevoel bij. Ja. Hoe sta jij erin? Ja, het is bijna eng, maar inderdaad, het voelde eigenlijk al vanaf het eerste moment heel vertrouwd. En ik heb ook het gevoel dat ik tegen jou gewoon heel eerlijk kan zijn. Heb je ook dingen waar je tegenaan loopt? Ja, ik heb ook dingen waar ik tegenaan loop. Vertel. Ik ben nog wel een beetje op zoek van, hey, zijn die kriebels er? Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik check wel bij mezelf van, hey, voel ik iets of zo? Ja. We zijn ook wel even intiem geweest en dat voelt wel gewoon heel fijn. Snap je wat ik bedoel? Ja, wat voelde je bij die zoen dan? Welke zoen bedoel je? Ja, welke van de, ja. Nou, dat voelde gewoon vertrouwd. Maar dat is eigenlijk in één woord hoe ik deze hele 24 uur gewoon kan... Ja. Als ik het gewoon in één woord kan omschrijven, is het echt vertrouwd. En heel erg verbindend ook. Ja, maar en sta je wel open voor die kriebels? Ja, dat is een goede vraag, want die vraag heb ik me net ook aan mezelf gesteld. Denk van, hey, geef jezelf wel echt sta ik er zelf wel genoeg voor open? Dus dat vind ik ook mooi dat jij die vraag stelt. Maar?
Wat is het antwoord? Ik heb daar geen ik sta er wel voor open. Ik denk dat ik daar voor open sta. Oké. En daarom ook mijn conclusie. Daarom wil ik ook heel graag verlengen. Omdat gewoon... Ik ook. Nou, top. Nou, ik vond het echt heel spannend. Dus dan wil ik ook heel graag verlengen om daar achter te komen. Ja, maar ik heb wel het idee als jij op een bepaalde manier naar mij kijkt, dat er wel iets... Er is wel iets bij jou... Ik vind je ogen zo... Ja, maar er is iets bij jou... Ik voel dat er iets bij jou aan het borrelen is of zo. Dus dan noem ik dan zeg maar een goed iets. Ja. Een soort van heksensoepje. Ja, ik weet niet. Je hebt wel een bepaald soort blik in je ogen dat ik denk van oké. Ja, jij hebt dat ook. Echt ook. Dus het is ook dat mij in verlegenheid brengt. Ja. En blijkbaar jou ook. Ja. Nou, proost op 24 uur. Zullen we even knuffelen? Kom, we gaan even knuffelen. Kijk, en ik moet ook zeggen, nu we verlengd hebben, heb ik een hele leuke... Heb ik iets heel leuks? Heb ik iets heel leuks in petto? Ja, ik heb echt iets heel leuks gepland. Wat wel? Nou, dat... Mag ik het niet weten? Nee, nog niet. Kom, we gaan naar binnen. Oké, ik ben wel echt blij. Ik ook. Ik had het idee dat jij twijfelde. Komt u maar. Echt? Ja. Dat vermoed ik al, dat je dat idee had. Ook bij Henk en Hanneke zitten de eerste 24 uur erop en daar kan het alle kanten op. Ze hebben onmiskenbaar een goede klik, maar om nou te zeggen dat er romantiek in de lucht hangt, dat ook weer niet. Nou, wat vond je ervan? Tot zover. Ja. Wil jij eerst vertellen wat je ervaren hebt? Mag, als je dat graag wil. Ja. Ik heb de ervaren als zeer positief. Echt wel een goede match in jou gevonden. En dingen die we gedaan hebben zijn ook hartstikke leuk. Ik denk dat wij heel goed door één deur kunnen blijven gaan met elkaar. Maar ik heb niet het gevoel dat wij verder komen als op liefdesgebied. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja, ik heb het echt superleuk gehad. Ja. Ja, je bent gewoon een leuke kerel. Alleen nou, inderdaad, ik voel net niet zo van... Oh ja, ik wil meer of een... Je hebt geen belangstelling om je echt beter te pakken. En, nee. En dan merk ik wel af en toe een knuffeltje. Je geeft knuffel terug. Maar dan komt niet wat weer. Nee. Dat voelde dat ik wel van... En, ja. Nou, dat is ook prima. Het is zoals het is. Ja. 100%. Ik denk dat ik een beetje een man nog wel zoek van met iets meer tegengas. Dat weet ik niet. Maar wat er eigenlijk met tegengas bedoelt, dat je tegen elkaar in gaat, dat vind ik dan weer zo... Je bedoelt van dat je wel je eigen dingen wilt blijven doen die je doet. Ja, dat bedoel je met tegengas. Maar ook wel een beetje meer dominant, zeg maar. Zo meer, Ja, goed, ik zie een relatie toch wel als gelijkwaardig wat dat betreft. En ik had het van jou ook verwacht. Maar, dus het mag ook gelijkwaardig zijn, maar soms is het wel eens... Fijn als je even... Ik heb het wel eens nodig om geremd te worden daar. Ja, maar goed, dat heb ik tot nog toe niet meegemaakt. Nee, dat... Dus, en het ging gisteren hartstikke chill. Absoluut. Ja. Absoluut. Dus nou ja, dus ik ga ook niet verlengen. Nee, maar dan gaan we straks nog een koffertje voor pakken. Lijkt me een heel goed idee. Ja. Toch? Ja. Goeie rugreis. Dus trots op jezelf. Yes. Dank je. Doei. Schat. En daar gaat Hanneke weer, alleen met haar koffer. Denk je, nou, ik zou het ook wel eens willen proberen met haar. En ben jij net iets dominanter dan Henk en net zo kaal, maar zonder lange baard? Dan is dit het moment om je aan te melden voor een date. En ook Henk grijpt de mogelijkheid voor een herkansing met beide handen aan. Lieve vrouw van Nederland, ben jij die spontane en ondernemende vrouw die op een stoere baardmans valt en je mag graag motorrijden? Geef je dan op, een lang levende liefde en dan zien we elkaar hier. Wat wil jij doen? Ben met Tomme? Shit, nee, ga echt niet doen. Ik hoop niet dat je dat wilt doen. Ja, sorry, ik wil soms echt niks doen ook gewoon. Nee, ga even chillen op de bank. En weet je wat meer is? Ik snap ook dat je ook even niks wil doen. Maar weet je, thuis kan je ook chillen. En je zit natuurlijk wel hier. En ik snap sowieso dat je af en toe wilt chillen. Dus ik geef je ook die ruimte. Ik snap het. Zitten nu lekker in de flow. Ja, ik snap het. En ik merk dat ik het dan wel weer lastig vind. Maar ja, je zit hier toch om iets te geven. Ja, dat is ook zo. Ja, dat ben ik met je eens. Oké. Dat vind ik dan lastig. Ja. Ja, komen we op een punt waar we elkaar dan wat minder levelen. Ben ik niet soms te lief voor jou? Dat misschien wel. Ja? Ja. Hoezo dan? Gewoon, het is ook wel fijn een beetje dominant tegengas. Ik heb juist het idee dat jij dat ook wel nodig hebt. Wat? Iemand die juist heel lief is. Ja, heb ik ook nodig. Maar ik denk, en als ik wel eerlijk ben uit ervaring in het verleden... heb ik wel eens gehad dat iemand gewoon heel, echt heel lief was. En dan knap ik ook wel heel snel op af. Mm-hmm. Dus dat is wel heel eerlijk, maar dat...
Maar ik ben wel heel lief, maar ik geef echt wel mijn grenzen aan, hoor. Je bent maar wel is het iets positiefs of is het iets negatiefs? Ja, weet ik niet. Maar te lief, jij, we kennen elkaar 30 uur nu. Ja. 28 uur. Ja. Deze vrolijke dame is de 63-jarige Erna uit Oldenzaal. Na twee relaties is ze nu al veel te lang vrijgezel, want in haar eentje vindt ze de gewone dingen in het leven veel minder leuk. Als ik een partner zou hebben, dan zou ik zo leuk vinden om lekker gewoon gezellig op de bank, lekker filmpje kijken, lekker voetbal kijken, gewoon het samen zijn, lekker samen koken. Dat hij een keer koffie zet voor mij, dat is leuk. Of een keer thee zet voor mij, dat vind ik ook leuk. Het close zijn met elkaar kan al heel veel doen bij mij. Weet je, dat iemand denkt, oh, wat leuk. Weet je, even iets zorg aan mij besteed heeft. Gewoon, of een presentje die ook op mij afgestemd is. Weet je, gewoon leuk. Pas bloemen en chocolade. Een geurtje vind ik heel sexy. Een geurtje. En goede tanden vind ik ook heel mooi. Verzorgde tanden. En dat doe ik ook. Mooie tanden. Dat vind ik heel mooi. Vind ik echt wel een binnenkomer. Mooie schoenen, mag ook allemaal kleuren schoenen zijn. Vind ik ook leuk, hoor. Petje vind ik ook leuk, weet je. Het is gewoon hij wie hij is. Ik heb, gewoon een leuk leven in feite. Alleen nog geen man. En die zoek ik. Ik heb gewoon zin in een man. Gewoon leuk, gezellig uit. En de man die daarvoor in aanmerking komt is Han uit Hengelo. Deze eigenaar van een dierenspeciaalzaak is alweer 6 jaar vrijgezel. Maar hij is niet van plan om dat nog heel lang te blijven. Ik hoop de ware liefde nog te vinden, ook op mijn leeftijd. Een vrouwelijke vrouw, eentje die niet alleen voor zichzelf gaat. Ik heb liever iemand die gevoel heeft dan iemand die gevoelloos is. Het hoeft niet de mooiste vrouw te zijn, maar wees alsjeblieft... verzorgd. Het gaat me liever om 70% innerlijk en 30% uiterlijk dan dat het omgekeerd is. Ik denk dat een Nederlandse vrouw het beste bij mij past. Gewoon de voeten in de klei. Ik hoop dat ik iemand tref waarmee ik samen dingen ga doen. Waarmee ik de dingen die ik misschien nog helemaal niet heb beleefd, dat ik die nog mag gaan beleven. Die ik ook aan haar mag geven. Dus, ik zou zeggen, kom maar op. Kom erin. Ja. Hallo. Surprise, surprise. Surprise, surprise. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik ben Han. Erna. Hi. Hi. Zo. Och, wat leuk. Iets lekkers. Gezellig. Leuk. Ik heb ook wat leuks. Kijk eens. Oh, hoor. Ja. Kijk eens aan. Ja. Ah. Ja. Was dat hoop ik niet. Kijk eens. Liefde is de moeilijkste puzzel die er is. En hij bestaat maar uit 2 stukjes. Ja, dat klopt. Dat klopt. Leuk. Ik heb geen idee of jij drinkt of niet. Drink jij? Helemaal niet. Ik ook niet. Echt niet. Ik denk ook helemaal niet. Oh, ik blijf fles over. Ja. Hartstikke leuk, dank je. Ja, leuk, oké. Okay. Hoe heet je ook? Han. Han, oké. Okay. Erna. Erna. Niet ervoor, maar erna. Nou. Ja, toch? Onthouden. Kijk. Wat wil je drinken dan? Want ik heb wel wat. Er staat wel wat in de koelkast. In de koelkast. Ik heb Fanta. Doe maar Fanta. Ik denk, ik ga gewoon lekker een borrelglas doen. Dan lijkt net of ik een wijntje drink. Ah, dan kijk aan. Nou. Maar wat stoer dat je opgegeven hebt. Nou, ik heb hem zelf niet opgegeven. Oh-oh. Nou, hoe lang heb je niet geslapen vannacht? Een uurtje? Nee, ik heb gewoon geslapen. Ga je er nog wel eens uit dan? Nee. Helemaal niet? Och, jeetje. Dat zijn, ja, maar misschien zijn dat mannen of zo. Ik blijf wat meer thuis. Och, jee. Morgen sluiten Han en Erna perfect op elkaar aan. Ben je een gever of een nemer in de liefde? Vertel. Ik ben een nemer. Ik ben een absolute gever. In de seks? Ja. Ik ontvang graag. Alles erop en eraan. La 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 la. Tot morgen.